We hebben natuurlijk op dit moment de bibliotheek is weg. We hebben eigenlijk alleen Diergaarde Blijdorp en voor de rest niet echt. We hebben dus niet echt een buurthuis. En dat is eigenlijk wel een gemis. Hallo, ik ben Margot. Welkom bij Cineac Noord. We waren aanwezig bij de aftrap van het Waterplein op het Bentenplein. We staan hier op het Benthamplein. Nou, vandaag de opening was van het Waterplein, wat hier gaat worden gerealiseerd. Nou ja, wat we gedaan hebben is dat we erachter zijn gekomen dat we eigenlijk te weinig waterberging hebben in de stad. Dus als het heel erg hard regent, dan zijn er te veel plekken in de stad waar wateroverlast kan ontstaan. En om dat nou te voorkomen, hebben we onder andere hier op deze plek zo'n plein gemaakt. Waar als het enorm hard regent, tijdelijk water kan worden opgevangen. Maar dit plein is niet alleen maar een grote bak waar water in kan worden opgevangen. Het is samen ontworpen met alle omwonenden en de school en het theater en de kerk hier aan het plein. Om er ook een plein te maken waar het ongelooflijk fijn is om te zijn. Dus waar je kunt sporten, waar je kunt zitten, waar je kunt skaten, waar veel groen is. Ja, en die combinatie maakt het een hele aantrekkelijke plek. Gaat het in meerdere plekken gebeuren in de stad? Ja, we hebben meerdere waterpleinen. Zo is er ook eentje in Delfshaven. Het Kleinpolderplein, daaronder is een waterplein gekomen. En we hebben nog andere plekken waterberging. Maar ik denk dat we in de komende tijd op meer plekken in de stad aan de slag moeten. Om te zorgen dat we voldoende droge voeten kunnen houden als het hard regent. Overal gaan van die pleinen komen in Rotterdam. Is de bedoeling omdat er zoveel water is. Nou heb ik zoiets van waarom wordt er gewoon niet weer net als vroeger meer dat de Rotte gewoon door gaat lopen in de stad. Zou dat niet kunnen? U zegt er komen allemaal van die pleinen. We gaan zoeken naar allerlei soorten oplossingen. Dat kan zijn dat je hier en daar een gemaal wat harder aanzet. Dat je de capaciteit van het riool misschien vergroot. Dat je een singel wat verder uitgraaft. Dus er worden eigenlijk naar heel veel mogelijkheden gezocht om water te bergen. En één daarvan zou kunnen zijn dat je zegt van jongens, we gaan water graven. Maar u zult met mij beseffen dat in een gebied als Rotterdam, zeker in het centrumgebied, waarbij een hele hoge maatschappelijke claim ligt op elke vierkante meter, het wel heel duur wordt om daar zeg maar vierkante meter water te gaan graven. Van het overschot gaat naar de Noordsingel of niet van het water wat hier komt te staan? Het water wat hier wordt opgevangen, dat wordt gedeeltelijk zeg maar, weer afgegeven aan het grondwater. En dat is ook heel goed, omdat heel veel hemelwaterafvoer zeg maar, in het centrumgebied van Rotterdam in principe nu via de riolering zeg maar, naar het oppervlaktewater, zelfs naar de Maas, vertrekt. Heel goed dat het infiltreert in het grondwater hier. En een deel gaat ook zeg maar, naar de Noordersingel. Ja. Okay, en dat kan er allemaal nog bij dan? Dat moet allemaal lukken, ja. Ja, ja dit plein zit staan altijd scholieren op en zo. En mensen van de sportschool en de kerk. En zolang als het water in staat, wat gebeurt er dan? Waar moeten die mensen dan heen? Nou ja, als het hard regent, dan staan er ook niet zoveel mensen op natuurlijk. Dus dat, ja, maar die scholen die gaan neem ik aan. En het theater. Nou ja, als het hard regent, dan staan ze allemaal netjes onder het afdakje. En dan kom ik hier nog wel eens op weg naar het stadhuis langs gefietst door de regen. En dan is het hier altijd helemaal leeg. En het loopt altijd ongeveer in 24 uur is het helemaal leeg gelopen. Kijk, dat grote bassin dat komt alleen vol als het echt heel hard regent. En dat zijn nou ook echt die moeilijke buien die tot onderlopen kelders leiden. Of in sommige gevallen tot overstort in de singels. Hè, dat het rioolwater in de singels komt. En dat willen we niet meer. En bij dat soort buien, die één keer, twee keer per jaar voorkomen, dan loopt dat hele grote ding onder. Ja, en dan moet je even 24 tot 48 uur wachten voordat je er weer op kan. Want het loopt langzaam leeg, dat zei Chris net ook al. Het loopt langzaam leeg in de grond, loopt langzaam leeg in de Noordsingel. En als het leeg is, dan komen we natuurlijk eerst even schoonspuiten met de roadtap. En daarna kunnen mensen er weer in. Dit soort pleinen, als dat niet voldoende is, dan moet er toch iets anders gecreëerd worden, lijkt me. Ik denk dat we met elkaar, samen met de deelgemeente Rotterdam, maar ook met de gemeente Rotterdam, op zoek zijn naar allerlei vormen en allerlei manieren om water, zeg maar, overlast te voorkomen. En het wordt ook weer berekend of zo'n plein, zeg maar, in dit gebied weer voldoet. En volgens de huidige berekeningen kunnen we gewoon zeggen dat die 1700 kuub hier opvangen, dat in ieder geval voorlopig weer voldoende is. We hebben een hoop partijen aan meegedaan. Hoe is dat ontstaan? Ja,
Ja, dat is natuurlijk zoals wij dat in de deelgemeente Noord in ieder geval heel erg proberen vorm te geven altijd. Is zoveel mogelijk met mensen die dit gaan gebruiken, zo'n plein gaan ontwerpen. Dus dat je het niet allemaal weer gaat bedenken vanaf de tekentafel van zo moet het worden. Maar dat is heel erg goed gegaan dankzij de urbanisten, onder de club die het ontworpen heeft. Die echt daar open was en alle ruimte heeft geboden aan alle creatieve ideeën die er zijn. Want we roepen het altijd natuurlijk, in Noord wonen de meest creatieve mensen van Rotterdam. Maar de slimste mensen van Rotterdam. En dat bleek ook weer heel veel leuke ideeën uit de Agnische buurt. Hier vanuit de kerk, maar ook vanuit de scholieren hier. En dat was heel erg leuk, allemaal samengewerkt. En dat hele proces was heel bijzonder om dat mee te maken. En uiteindelijk was iedereen, en dat is het mooie, dat is eigenlijk iedereen positief over het eindresultaat. Er zijn allerlei bezuinigingen, er wordt helemaal niks gaat er meer door wat er moet worden gebeuren eigenlijk in de stad. En hoe komt het dat hier wel zoveel geld voor is dan? De mogelijkheid was er om in combinatie met een heleboel partijen die allemaal meegedaan hebben, ook in financiële zin, de Europese Unie, het ministerie, het Hoogheemraadschap, dus het waterschap wat hier actief is, en de gemeente om gezamenlijk aan de slag te gaan. En het is ook belangrijk, want het is wel een echt probleem. Het is ongelooflijk vervelend dat wanneer het hard regent, dat dan je huis of je kelder onderloopt. Dus we vonden dit ook echt iets wat we graag wilden aanpakken. Maar door de extra middelen hebben we er ook een extra mooi plein van kunnen maken. En ja, voor de rest zou ik ook iedereen in de Agnische buurt willen uitnodigen. Kom dadelijk gewoon lekker hierheen, vooral het weekend. Het is fantastisch, mooi groen plein. En lekker mooi veel buitenruimte erbij voor de Agnische buurt. Op de woelige baren, bij storm en bij wind, denkt hij steeds aan zijn klontje, dat vrolijke kind. De verschillende wijken hebben wijkkranten. Maar wat doen ze nou eigenlijk? We zijn in Blijdorp, in de buurtwinkel. En vanavond is er een bijeenkomst van allemaal mensen van wijkkranten. Dus je hebt bijvoorbeeld het Proveniers Nieuws, het Proveniels. Verder zijn de mensen van de redactie van de Blijdorpkrant. En zijn de mensen van Bolwerk en Bergpolder. En dan hebben we nog de Noorderzon. Nou, dus dat zijn ongeveer de kranten die in onze wijk worden gemaakt in Noord. En we gaan even aan iedereen vragen waarom ze dat doen en wat ze belangrijk vinden. Wie ben jij? Marjan van Horen. Marjan, jij bent van het Proveniels, hè? Ik ben van het Proveniels, dat klopt, ja. Hoe vaak verschijnen jullie? Wij verschijnen 4 keer per jaar en af en toe een special ertussendoor, dus 5 keer. Maar dat is niet elk jaar het geval. En ik hoorde net dat de redactieleden het ook nog zelf in de brievenbus moeten zetten. En de redactieleden moeten het zelf in de brievenbus zetten tegenwoordig, ja. Ja, dat klopt. Hey, wat vinden jullie nou belangrijk dat erin komt? Nou, vooral nieuws in de wijk, uit de wijk. Ja. En dat is waar we op zoek naar zijn. En natuurlijk dat ook de verschillende doelgroepen in de wijk een beetje aan bod komen. Dat zit er niet altijd in, maar dat willen we toch wel een beetje proberen, ja. Zijn er veel reacties? Nou, dat valt mee, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En heeft iedereen het over Facebook en internet? En ja. Doen jullie dat ook? Ja, we hebben een website, alleen die ligt er een beetje uit. Dat is een oude website en we zijn nu bezig om een nieuwe website op te zetten. Mm-hmm. En we hopen die voor het eind van het jaar rond te krijgen. En we hebben ook een Facebookpagina, ja. En van alle krantjes in het Noord verschijnen jullie op het mooiste papier, hè? Vind je dat? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ja. De foto's zijn heel mooi scherp. Ja, klopt, ja, dat klopt, ja. Ja. Hier hebben we de Noorderzon. Die verschijnt in het Oude Noorden en in de Agnische buurt. Klopt. En hier zit Johannes Odé, die fotografeert onder andere voor de krant. Klopt, inderdaad. Ik maak heel veel foto's op alle evenementen, activiteiten in de wijk. En er worden regelmatig op uitgestuurd om alle situaties, activiteiten te vast te leggen. Zijn al deze foto's van jou? Alle drie. Deze bovenste en deze. Oké. Okay. Ja. Ja, en dat betekent dus dat je, 20 keer per maand... Word ik op pad gestuurd, ga ik of zelf op pad en dan kom ik gewoon op allerlei mensen terecht en maak ik foto's van allerlei evenementen. Ja. En mensen beginnen me te leren kennen en het fotograferen gaat gelukkig daardoor ook steeds soepeler, wat anders was in de begintijd.
Wat proberen jullie nou met de Noorderzon te bereiken? We willen eigenlijk proberen om meer betrokkenheid te krijgen van de bewoners zelf. Dat ze ook meer inbreng gaan krijgen in de krant. En dat willen we met name gaan doen ook door middel van een Noorderzon online die we willen gaan uitbrengen. Waar duidelijk meer mensen vanuit allerlei verschillende groeperingen, verschillende invalshoeken, hun mening, ideeën en ook gewoon hun dingen die zij belangrijk vinden kunnen etaleren. En dat is echt de bedoeling. Zelfs qua beeld. Niet alleen tekst, maar ook qua beeld. Meer inbreng van waardoor je echt een kaleidoscopisch beeld van de wijk krijgt. En nu is dat nog te veel door een kleine redactie samengesteld. Okay. Bernice. Ja, en jij bent van Blijdorp. Ik ben van de Blijdorp redactie. Ja. Nou, we hebben hier de krant van Blijdorp. Ja. Al het 64ste nummer. Hoe vaak verschijnt de krant? 4 keer per jaar. Dus elke 3 maanden. Ja. En wat heb jij er, wat is jouw rol erin? Ik ben bijvoorbeeld de fietsende reporter. Dus dat is mijn synoniem om af en toe een stukje te schrijven waarbij ik mensen in de wijk interview. Dan ga je echt op de fiets erop uit? En, Ja, dan ga ik op de fiets erop uit en dan als er een interessant onderwerp is, ga ik erop af. Okay. En waar heb je dit nummer over geschreven? Nou, moet ik even kijken. Volgens mij heb ik geschreven over... buurbemiddeling. Oké. Okay. Omdat buurbemiddeling ook in onze wijk is, maar we hadden al een hele tijd niks meer over gesproken. En toen bleek dus dat buurbemiddeling wel in de andere wijkkrantjes wat schreef. Maar dat het bij ons eigenlijk niet meer gebeurde. Dus vandaar dat we een interview met een van de vrijwilligers van de buurbemiddeling... Er is een kantoortje of zo waar je naartoe kan als je problemen hebt met je buren. Ja, ze zitten dan niet in onze wijk gevestigd, maar ze hebben wel vrijwilligers ook uit onze wijk. Ja. En ze bemiddelen dus eigenlijk in heel Noord, dus ook in Blijdorp. Dus ik vond het wel belangrijk dat mensen wisten dat als er een keer een burenruzie is of stankoverlast of waar mensen überhaupt last van hebben en je komt er niet uit met je buren, dat er dan dus wel mogelijkheden zijn dat je niet gelijk naar de politie hoeft te stappen. Als ik het goed heb, voelen mensen uit Blijdorp, die hebben het gevoel dat ze op welzijnsgebied wat minder hebben. Hè? Dat er geen clubhuis is en dat er geen voorzieningen zijn. Ja, we hebben natuurlijk op dit moment, de bibliotheek is weg. We hebben eigenlijk alleen Diergaarde Blijdorp en voor de rest niet echt, we hebben dus niet echt een buurthuis. En dat is eigenlijk wel een gemis. Het Vroezepark. Het Vroezepark, ja, maar dat wordt niet alleen door de Blijdorpers gebruikt, maar ook door de wijken eromheen. Okay. En dat wordt ook steeds voller. Dus in plaats van dat het nou echt een leuk park is, merk je dat juist mensen in Blijdorp, en zeker die in de rand eromheen wonen, daar best veel problemen mee hebben. Omdat ze er ook heel veel overlast van hebben. Dat jij net begonnen bent als redactielid bij de buurtkrant voor Bergpolder en Liskwartier, toch? Dat klopt, ja. En waarom? Omdat er gebrek was aan redactieleden. Mm-hmm. En ze zaten zo omhoog dat ik zei, nou oké. Okay. En woon je al lang in de wijk? Of? Ik woon sinds 82 in Bergpolder Liskwartier. Sinds 95 in Liskwartier. Okay. En dat is een hartstikke leuke wijk, toch? Dat is een hartstikke leuke wijk. Ja. Wat willen jullie eigenlijk bereiken met die krant? Dat zoveel mogelijk bewoners op de hoogte worden gebracht van wat er gebeurt in de wijk. Ja. En gebeurt er wel eens op? Er gebeurt heel veel in de wijk. Noem eens wat. Noordspoort. Ja. En als het gaat over Bergpolder, hebben we 18 november het 25-jarig bestaan. Dat kan nu nog gevierd worden. Wat de bezuinigingen gaan doen, dat weten we niet. Volgend jaar Liskwartier 35 jaar. Hopen we natuurlijk ook te vieren, maar dat is nog te laat. Daarmee bedoel je de bewonersorganisatie? Het bestaan van de bewonersorganisatie. Met 35 feest. Jaar. Bergpolder 25 jaar, 18 november. Iedereen is uitgenodigd op dat feest. Er wordt gevierd in het atelier van Chris Ripke. Toneelgroep Bergpolder treedt op. En er komt nog muziek. Nog heel even over de krant. Wat is jouw rol precies? Nou, ik heb weinig computerervaring. Ik ben meer van de layout, kan je zeggen. Maar dat gebeurt ook op de computer, of niet? Ik stuur het aan. Jij coördineert alle werkzaamheden. Ja, zoals met het jubileumnummer heb ik samen met iemand anders de voorpagina vormgegeven. Oké. Okay. Nou, hey, dankjewel en veel succes met de krant. Dankjewel. En met... Q.
kinderen vierden Halloween. Ik sta hier op Statenweg, komen ineens allemaal kinderen voorbij. Het is Halloween, denk ik, vanavond. Ja, echt. Het is Halloween en ik had het georganiseerd en nu zijn we met 11 kinderen op stap. Oh, jij hebt het georganiseerd? Ja. En hoe ben je daar zo bij gekomen om dat met 11 kinderen te doen? Nou, ik zat voor pakken voor Halloween te kijken en toen had ik een heel erg leuk idee om met allemaal mensen te gaan lopen voor snoep. En ja, zo heb ik allemaal mensen gebeld die hier in de buurt wonen en allemaal goede vrienden. En daarom gaan we nu, daarom gaan we nu rond de deuren. En heb je al veel opgehaald? Nou, ja! Kijk onze hele Wat heb jij allemaal? Noga. We hebben hele verschillende snoepjes. Koekjes, banaantjes, koekjes. Snoep van de buurt. Ah! Bellen jullie nou overal aan of alleen maar mensen die jullie kennen? Nee, overal! Als ze er niet thuis zijn, gaan we helemaal. Maar is er ook wel eens iemand die open doet, die het helemaal niet leuk vindt of die een beetje eng is? Dat hebben wij nog nooit gehad. We hebben alleen gehad dat er geen mensen open deden, maar dat was het. Het is nou een leuke aan eigenlijk om dat te doen? Snoep halen. Alleen dat? Ja. En het verkleden, dat is ook wel leuk. We waren net. En hebben jullie wat opgehaald weer hier? Ja. Ja. Superveel. Ik heb chocola. Zo'n. We hebben ongeveer dit al allemaal opgehaald. Ik heb allemaal. Ja, maar zijn die mensen er nou op voorbereid? Weten die dat jullie langskomen? Nou, sommigen wel. Sommigen wel. Maar we kwamen ook bij een huis en dan gingen de lichten knipperen. En toen liet ze ons heel erg schrikken. Dus werden jullie eigenlijk bang? Ja, dat was zijn van mijn huis. Daar hebben ze allemaal decoraties, dus ik denk dat ze snoep hebben dan. Hey, wat zeggen jullie nou als je aanbelt? Snoep op je leven. Ja, snoep. Soms noemen we ook trick or treat. Zeggen, nu wil ik je leven! In deel 2 van onze serie over bezuinigingen gingen we naar Noord Plus. In het kader van onze gesprekken over de bezuinigingen in Welzijn Noord spreken we vandaag met Abdel Salih. Hij is manager van Noord Plus. Abdel, de bezuinigingen, hoe raken die jullie organisatie? Nou, de bezuinigingen raken onze organisatie heel erg. Het begint natuurlijk met de gesubsidieerde arbeid. We hebben 7 mensen, 4 mensen gedetacheerd van het ROTEP. Die werken 36 uur per week bij ons, begeleiden van activiteiten en beheer natuurlijk van het gebouw. Verder hebben we 3 gesubsidieerde banen, ID'ers, die zijn in dienst van Noordplus. En daar gaat ook op bezuinigd worden. Dus die mensen die hebben we hier tot 1 april. En dan hebben we ze niet meer. Dat is heel jammer, want het zijn natuurlijk wel mensen die jaren, een stuk of 16 à 20 jaar hier het werk doen in het Oude Noorden. Agnische Buurt en Provenierswijk, dus ik ken het werk heel goed. En ik vind het een hele onverstandige bezuiniging, want die mensen die doen echt heel nuttig werk. En straks zie ik ook niet, eerlijk gezegd, dat een 50-plusser nog in aanmerking komt voor een baan ergens bij een organisatie. En met name in deze moeilijke tijd zal het ook voor die mensen heel moeilijk worden om te reïntegreren. En straks zijn we dus afhankelijk van vrijwilligers. Ja, en die hebben wij natuurlijk nu ook.
Maar ja, het is natuurlijk vrijwilligers. Er zijn daar hele goede bij, hè. Maar je kunt natuurlijk niet structureel opbouwen je organisatie met vrijwilligers. Daar gaan we dus wel die kant op. Maar we zullen die medewerkers die nu echt in dienst zijn wel missen. En ja, dus we zullen natuurlijk ook straks meer begeleidingsuren moeten bijvoorbeeld hebben voor om de vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen. Zie je kansen om die mensen te werven of wordt dat een probleem? Nou ja, we hebben nu een aantal mensen die heel enthousiast zijn. Hè, die daar hebben goed geïnvesteerd en die gaan ook door. Ook trouwens medewerkers, huidige medewerkers, die hebben ook toegezegd als zij straks geen werk kunnen vinden, dat ze nog steeds gebonden willen blijven, hè, aan Noordplus. Maar dat zien we wel, hè. Dat is de toekomst en ik kan dat niet garanderen. Nee. Hoeveel mensen maken gebruik van jullie diensten? Nou, het zijn natuurlijk heel veel bewoners, hè, die gebruik maken van Noordplus. We werken natuurlijk, hè, samen ook met basisscholen, bijvoorbeeld de Johan de Graafschool, een Meldeschool en Het Spoor. Daar organiseren we ook heel veel activiteiten met ouders die daar komen. Dus niet alleen maar hier op de locatie van Noordplus aan de Zomerhofstraat, dat we die activiteiten organiseren, maar we organiseren activiteiten ook elders in de deelgemeente. Krijgen die mensen nou last van de bezuinigingen en wordt je die dienstverlening minder? Nou ja, kijk, als je vaste medewerkers hebt die altijd klaar zijn voor jou om de activiteit te begeleiden. Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met, dat moeten we nog zien, hè, of die vrijwilligers inderdaad het werk gaan verzetten wat de medewerkers doen. Dat is koffiedik kijken voor mij. Maar we hebben alle vertrouwen in dat we die kant, want we worden eigenlijk gedwongen om die kant op te gaan. Ja, en we zien wel hoe dat gaat. Of dat gaat lukken. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Maar één activiteit wat we hier organiseren, in samenwerking met Alsare, dat is die Alpha Groep, Nederlands les. Daar is ook op bezuinigd, de inburgeringscursussen. Daar moeten straks ook de bewoners in ieder geval een eigen bijdrage leveren. En dat is wel flink. En ik weet niet of je dan die cursussen kunt organiseren hier. Want ja, het zijn vaak ook mensen met een laag inkomen of mensen in een uitkeringssituatie. Ja, en de vraag is of ze dat kunnen opbrengen. En zie je andere kansen voor samenwerking om jullie werk goed te blijven uitvoeren? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk een aantal lokale organisaties actief met de bewoners in deelgemeente Noord. Dus ik vind het wel goed dat die samenwerking wat mij betreft geïntensifieerd wordt. En daar zijn ook afspraken over. En we zijn al een tijdje bezig, hoor, met elkaar om dingen samen te organiseren voor de bewoners. Want dan krijg je natuurlijk ook heel veel overlap. Is er dan niet meer. Dus wij werken nu bijvoorbeeld samen met Sonor, met Stichting Welzijn Noord, met Humanitas en ja, met andere organisaties die ook hier iets in Noord doen. Betekent die samenwerking dat je wel richting die zelfredzame burgers kan komen? Ja, dat is wel de bedoeling, dat je eigenlijk de bewoners faciliteert. En wat mij betreft moeten de bewoners straks heel veel zelf moeten doen. Dus die richting gaan we ook op. Dus ik denk ook. Maar goed, je hebt die ondersteuning, de meer extra begeleiding voor de bewoners heb je absoluut nodig. Die professionals kan je niet zomaar wegbezuinigen. Wel een deel, maar niet. Je hebt ze nodig om die ondersteuning
En de bewoners te faciliteren zodat die activiteiten gedaan kunnen worden. Met name kwetsbare bewoners in het oude Noord-Agnische buurt, maar ook andere buurten, die hebben echt die ontmoetingscentra nodig. En ik denk dat het goed is dat de bewoners naar dat soort mogelijkheden gaan en ook mogelijkheden grepen om de buurt zeg maar op te fleuren. Want het zijn de bewoners die het moeten doen. De organisaties die ondersteunen daarin, maar het zijn uiteindelijk de bewoners die het moeten oppakken. Heb ik jullie al voorgesteld aan onze nieuwe stagiair? Dit is... Ik ben Paul. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Pijnakker. Ik doe de opleiding Sound & Vision in Utrecht. En ik loop hier nu tijdelijk stage. Bedankt Paul en welkom. Er komt trouwens een jongerenlinkje voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Daar gaan we even naar kijken. Nou, we zijn in Blijdorp bij de bewonersvereniging Marjolein van de deelgemeente tegengekomen. Marjolein, we hoorden van jou dat er een speciaal jongerenlintje komt. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Dat is een initiatief van de deelgemeente, van het bestuur. Omdat wij vinden dat een heleboel jongeren hele waardevolle en zinvolle betekenis hebben. Vaak voor hun wijk of ze hebben een leuke onderneming opgezet die eruit springt. Of ze helpen de buren of ze doen van alles. Ze hebben een heel goed talent ontwikkeld. En wij willen graag jongeren ook eens een keer in het zonnetje zetten. En daarom is er het jongerenlintje komt er. Dat is nieuw. Het is een nieuw initiatief. Is bestemd voor jongeren van 16 tot en met 26, of tot 26 jaar moet ik zeggen. Die jongeren die moet wel iets doen in Noord. Dus die moet wel actief zijn in Noord. Hoeft niet eens te wonen in Noord. En iedereen die zo iemand kent, daarvan hopen wij eigenlijk dat hij nadenkt en er eens bij stilstaat wat bijzonder dat eigenlijk wel niet is, wat diegene doet op die jonge leeftijd. Want we hebben wel al een volwassenenlintje, dat is eigenlijk de Noordspeld, maar jongeren zijn er eigenlijk, daar hebben we ook wel wat andere criteria voor gesteld, die zijn minder streng. Hoe kan je iemand aanmelden? Nou, dat kan via de site van de deelgemeente, dat is www.rotterdam.nl/jongerenlintje. En daar vind je een formulier en het is niet moeilijk om in te vullen. Het is echt heel makkelijk. En we hebben een jury die gaat dat beoordelen. En dat is leuk. We mogen maximaal 3 lintjes per jaar uitreiken. En dat gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie in Diergaarde Blijdorp. En aanmelden kan, dat is wel belangrijk om te weten, tot 20 december. Nou, dit was het weer. Hartstikke bedankt voor het kijken. U kunt ons terugvinden op www.siniaknoord.tv of via Facebook, Twitter en YouTube. Heeft u nou zelf een leuk filmpje dat u wil uploaden? Dan kan dat via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer!